Hilpin 528 is gefokt door de familie Kruis. Bij zijn geboorte kreeg hij de naam Gijs K. mee. Hij is de eerste goedgekeurde zoon van Omer 493. Zijn moeder is een stermerrie van Fritse 423 uit de sterk fokkende merrielijn waar ook Wietse 462 uit is voortgekomen. Stam 15 dus. Hilpin 528 heeft een verwantschap van 17%. De hengst heeft een licht dominant karakter, maar is ook gemakkelijk in de omgang. Hij wil graag werken, is braaf, toont veel inzet en laat zich goed bewerken. Hilpin 528 is een hengst met veel rasuitstraling en front, met een edel hoofd en veel behang. Hij heeft een iets neerwaartse romprichting, een wat steile schouder, een sterke bovenlijn en een lang, iets hellend kruis. Het beenwerk van Hilpin 528 is hard en droog met een licht Frans gesteld voorbeen. Hilpin 528 heeft als vierjarige het centraal onderzoek doorlopen en heeft zich een allround gebruikspaard getoond. Met veel aanleg als rij- en menpaard en zeker ook als tuigpaard. Hij beschikt over veel natuurlijke balans en werklust, loopt met veel front en buiging in het achterbeen. In zijn voldoende ruime stap toont hij veel lichaamsgebruik. De draf is gedragen met veel ruimte en afdruk en een goed zweefmoment. De galop mag meer berg op, maar heeft veel sprong en afdruk en is gedurende het onderzoek sterk verbeterd. Hilpin 528 kan gebruikt worden op merries met voldoende voorbeenlengte, waarbij hij balans en buiging in het achterbeen kan toevoegen. De hengst kan ook goed de rasuitstraling verbeteren en een bijdrage leveren aan een meewerkend karakter en een goede instelling.